Er was lang op het vonnis gewacht en toen het kwam, onverwacht, eergisteren sloeg het in als een bom. 20 jaar voor Desi Bouterse en voor zijn betrokkenheid bij de decembermoorden. De president zelf was op staatsbezoek in China en vanochtend arriveerde hij op vliegveld Zanderij in Paramaribo, opgewacht door een trouwe schare aanhangers. Politiek tic-tac spelletje is. En je moet natuurlijk altijd zwaar oppassen. Maar je moet maar in de plooi blijven en weten dat. Hoe je dat spel meespeelt. Ja, je moet in de plooi blijven en weten hoe je het spel meespeelt. Eerste reactie van de Surinaamse president. Hier aan tafel de vraag: wat betekent dit vonnis nou voor Suriname? Volkskrant-columnist Shaila Sitalsing is hier en documentairemaker Ananta Kemraj. Allebei hartelijk welkom. Die uitspraak eergisteren, het was onverwacht, hè, want de krijgsraad die zou eigenlijk aan de verdachten vertellen wanneer ze het vonnis zouden horen. Maar opeens werd het ook uitgesproken. Heb je het gevolgd? Ja. Ik heb het geprobeerd zo goed mogelijk te volgen. Het was moeilijk te volgen omdat er geen camera's en telefoons de rechtbank in mochten. Dus het kwam heel druppelsgewijs naar buiten. Dus het duurde zo'n hele middag. En eerst was er een vrijspraak gekomen van Etienne Boerenveen, tegen wie ook 20 jaar was geëist. Dus dan denk je, oh mijn god, waar gaat dit naartoe? En toen duurde dat voorlezen van dat vonnis van Bouterse zo lang. En er kwamen zoveel getuigenverklaringen langs dat je dacht, nou ja, dit is de onderbouwing van een schuldigverklaring. Maar toen, precies, het werd steeds duidelijker eigenlijk dat er wel een veroordeling uit zou komen, toch? Ik was een weekendje weg met vriendinnen naar Italië. En voordat ik wegging had ik nog gebeld naar Suriname met de vraag, wat kunnen we verwachten? En dit was in ieder geval niet de verwachting. Dus ik was in de stad in Italië gezellig met mijn vriendinnen, totdat ik berichtjes begon te krijgen. En ik denk, wow, dit moet ik volgen. Dus ik ben gerend naar ons appartement om alles te volgen. Mm. En in spanning zit je dan te wachten van, wacht even, dit is zo'n belangrijk moment voor de geschiedenis, maar ook voor de toekomst van Suriname. En dat je dit meemaakt. En die gevoelens die daar dan allemaal bij komen kijken. En dat je dan hoort dat er een uitspraak komt. Dan denk je aan al die mensen die ik heb gesproken in mijn film, maar ook buiten de film om, die dit nou natuurlijk hebben meegemaakt en zo lang hebben gewacht op dit moment. Dan voel je met ze mee. Je voelt met ze mee. Want de belangstelling hier was dus heel groot ook, mm-hmm, voor die uitspraak. Het was voorpagina nieuws, nou ja, in Suriname ongetwijfeld ook. Maar is het voor de mensen in Suriname net zo groot nieuws als voor ons hier? Er wonen buiten Suriname ongeveer evenveel Surinamers als in Suriname. Of de mensen die zich als zodanig beschouwen. Dus ja, het wordt ook hier ontzettend nauwlettend gevolgd. Ja, natuurlijk is het groot nieuws ook in Suriname. Ja. Ik bedoel, alle media-outlets waren daar. Aan de andere kant hebben mensen in Suriname het economisch heel slecht, ze leven van dag tot dag. Die hebben ook heel veel andere dingen aan hun hoofd. Dus het ontgaat een deel van de bevolking ook, ontgaat het belang hiervan ook wel, denk ik. Ja. Overwinningsnederlaag werd er gezegd in de commentaren na de uitspraak. Is dat een goede term, overwinningsnederlaag, in dit verband? Ik vind het wel een beetje negatief. Beetje negatief. Klinken. Ja, het is een enorme overwinning voor de rechtsstaat. Een land dat pas 44 jaar op eigen benen staat. Dat de dictatuur heeft gehad, dat helemaal kapot is gemaakt. Dat er oorlogsmisdaden hebben plaatsgevonden. Dat het toch in staat is om zo zuiverend je rechtssysteem overeind te houden. Ja, nee, dat zou ik geen overwinningsnederlaag willen. Nee, en die drie vrouwelijke rechters die deze uitspraak gedaan hebben. Hoe moedig zijn die? Nou, absoluut heel moedig, absoluut. Maar ik kijk er natuurlijk als filmmaker naar. En zeker ook als Surinamer. En vanuit de media hier, en zeker ook andere Surinamers, dan zijn dat de elementen waar we naar kijken. En daar put ik zelf ook heel veel kracht uit. Maar tegelijkertijd kijk ik ook naar mijn generatie, die er gewoon op een hele andere manier voor een groot deel in staat. En dat geluid hoor ik te weinig in als we dit gesprek hebben. Laten we daar even bij stilstaan. Want je hebt een mooie documentaire gemaakt met als leidende vraag: waarom weet ik niks over de jaren 80? Ja.
ik als jonge Surinaamse en met mij heel veel jongere Surinamers die eigenlijk niks van de jaren 80 weten. Heb je een antwoord gekregen op die vraag? Op de vraag waarom ik het niet weet? Ja. Ja, zeker. Wat is het antwoord? Het antwoord is dat er niet één antwoord is. Het antwoord is dat dat het zo'n complex onderwerp is, waarbij er zoveel elementen bij komen kijken. Je kan het hebben over een omgeving waar we gewoon heel moeilijk praten over bepaalde onderwerpen. Dat gaat niet alleen over de jaren 80 of over 8 december, maar dat gaat ook over homoseksualiteit. Dat gaat ook over andere problematiek die er spelen. We hebben niet een cultuur dat we met elkaar praten. Ah, wacht even. Een cultuur dat we met elkaar praten. Ja. Nou, bijvoorbeeld ouders die het met kinderen hebben over wat er in de Surinaamse geschiedenis in de jaren 80 is gebeurd. Ja. Dat is er dus niet, kennelijk. Nee, nou ja, deels niet. Bij ons thuis werd er wel veel over gepraat, maar dat is omdat we natuurlijk veel bewuster hebben meegemaakt. Mijn ouders kenden mensen die in de jaren 80 zijn opgepakt en zijn doodgeschoten. Dus dan wordt er anders over gesproken. Maar de generaties daarna, inderdaad, die hebben het een beetje begraven. En dat is misschien ook wel verklaarbaar, want dat land, het sociaal weefsel is kapot gemaakt in de jaren 80. De economie is kapot gemaakt in de jaren 80. Dus mensen zijn heel erg bezig geweest met overleven. Met God, hoe krijg ik mijn eigen leven weer op de rails en wat ga ik morgen eten? Dus er is weinig ruimte voor reflectie in Suriname. Mensen hebben veel te veel overlevingsopties. En aan de andere kant zijn er natuurlijk ook mensen die het gewoon weg hebben gestopt. Ja. Het liever gewoon niet erover willen hebben, omdat het nog pijn doet. En die pijn begreep ik niet toen ik deze film maakte. Omdat ik die pijn dus niet zo zag toen ik opgroeide in Suriname. Nee, want de film begint eigenlijk met dat je vrij onbevangen die vraag stelt. Absoluut. Hè, waarom weet ik het eigenlijk niet? Je gaat naar geschiedenisdocent, je gaat naar andere mensen, je gaat naar de bibliotheek. En op een gegeven moment, halverwege de film, wil je eigenlijk niet meer verder. Nee. Omdat het toch heel pijnlijk, ingrijpend en aangrijpend blijkt te zijn. Ja, en tot de dag van vandaag vraag je je af, moet ik me met dit onderwerp wel bezighouden? Waarom vraag je dat af? Omdat het niet makkelijk is. Soms is het niet fijn om bewust te zijn. Dan kijk ik naar mijn vriendenkring, die zich gelukkig ook steeds bewuster wordt, daar niet van. Maar die zitten er toch minder diep in dan ik er zelf in zit. En het moment dat je dat je er zelf zo in zit, dan is het ook zo van jou. En even over je vriendenkring. Ja. Kent die de geschiedenis van de jaren 80? Ja, nu veel meer. Veel beter, omdat we het natuurlijk er vaker over hebben. Maar ook zij zijn opgegroeid in Suriname zonder dat we ons er überhaupt mee bezig hebben gehouden. En dat is het ook, want de vraag is dan ook, moet je het jezelf kwalijk nemen? Mijn filmmeetje kan toch lezen? En dat is ook zo, want ik kan lezen. Dus je kunt ook zelf informatie vergaren en opzoeken. Wat zit daar dan achter dat we dat niet doen? Ja. Mensen zijn ook bang, hè? Er is ook angst voor Boutersen. Boutersen is natuurlijk een machtige figuur geweest in de jaren 80. Hij is nooit helemaal weg geweest. Het is toch het idee dat hij aan alle touwtjes trekt. Ik heb eerdere reportages ook gezien van Ananta, waar ze in Suriname de straat op gaat. Waar mensen ook hebben van, ja weet je, laten we het daar maar niet over hebben. Ook omdat je niet weet wat de gevolgen gaan zijn als je het er wel over hebt. En dan bedoel ik niet dat je, weet ik veel, in de gevangenis komt of zo. Maar dat er is een soort onderhuidse angst. Ja. Weet je, doe maar niet. Maak maar niet de verkeerde mensen. Irriteer maar niet de verkeerde mensen. Daar was ik me niet bewust van. Dus dan heb je dat gevoel, krijg je nu ook. En tegelijkertijd is er dus zo'n grote groep, ook onder mijn vrienden, die dit gevoel helemaal niet heeft. Die heeft zoiets van, het is dat Bauta-ding. Waarom moeten we het er steeds over hebben? Dat Bauta-ding. Dat Bauta-ding. Zo lang geleden. Ja. Ja. En met zo'n uitspraak, vrijdag, dwingt het ons wel om het gesprek met elkaar te voeren. Ik heb ook een van mijn vrienden gebeld die bij de NDP zit. Met de vraag, ik zie dat je bepaalde posts... NDP is de partij van Boutersen? NDP is de partij van Boutersen. Ik zie dat je bepaalde posts zet. Ik begrijp het niet. Ik begrijp oprecht niet waar jij staat. Want we staan eigenlijk tegenover elkaar. Dat zei jij tegen die vriend? Ja. En wat was zijn antwoord?
Hij, en dat is het ook wel, dat is ook wel heel mooi, vind ik, en dat is ook hoopvol, is dat we het gesprek wel met elkaar kunnen voeren. Zonder dat dat ten koste gaat van die relatie die je met elkaar hebt. Maar we begrijpen elkaar gewoon oprecht niet in naar hoe we over, naar dingen kijken. Omdat zij andere waarheden, in een andere waarheid geloven. Dat de uitspraak er is, dan wordt er aangegeven dat... Maar er zit nog zoveel meer omheen. Wacht even, je vrienden... Laten we zeggen, dit is één vriend. Zijn er meer vrienden in jouw vriendenkring die pro-Bouterse zijn? Ja, ja. En, dat en wat is... zeggen zij dan als jij tegen ze zegt... Ja, maar hij is... Kijk, voor de uitspraak spraken we hier gewoon niet over. We weten van elkaar dat we een andere denkwijze hebben. En dat zit hem meer in welke omgeving groei je ook op. Want ik probeer als filmmaker natuurlijk de objectiviteit te bewaren. En als filmmaker probeer ik film te gebruiken om groepen bij elkaar te brengen in Suriname. Maar dat betekent niet dat ik niet gekleurd ben. Dat betekent niet dat ik geen bepaald denkwijze heb over 8 december, maar de hele jaren 80. Maar als we het... We spraken er niet over, omdat het anders heel moeilijk was. En je zegt, nu dat vonnis er is, kan dat misschien een manier zijn, een breekijzer zijn in die discussie. Denk je dat ook? Tegelijkertijd zie je ook dat vonnis meteen in twijfel wordt getrokken door het... door de Bouterse getrouwen. Het is een koloniale uitspraak. Er zit buitenlandse macht achter. Het is anationaal. Dat woord is al gevallen. En in Suriname is het begrip anationaal veel zwaarder. Geldt het veel zwaarder dan hier? Dan ben je echt bijna een soort landverrader. En wat niet helpt is als dan de Nederlandse regering... terwijl dit vonnis nog in volle gang is, uitspraak nog in volle gang is... gaat zeggen van ja, we kijken nou letten toe of het wel goed gaat daar. En dan kan zo'n NDP meteen zeggen, zie je wel, zo lopen de lijntjes. Kijk, dat politieke opdracht komt rechtstreeks uit Nederland. Want dat is, Bouterse is een klassieke populist en de man van het volk. En zijn vijand zijn de koloniale machten en dat is Nederland. En dat, dit vonnis wordt meteen in dat frame ook geduwd. Het is een politiek proces. Hè. Dat is de verdedigingslijn van Bouterse geweest al die tijd en nog steeds. En al die mensen die we op Sanderij hebben zien staan juichen... die geloven dat dat is hun waarheid. Ja. Dit is hun man die hun helpt, die hun pakketten uitdeelt... en een beetje geld geeft en een beetje baantje geeft... en een beetje overeind houdt. En dan moeten niet allerlei buitenlandse vreemde figuren hier... strafprocessen tegen hem gaan voeren. Dus het is een volslagen andere waarheid. Er zijn twee verhalen. En nu, zeker na de uitspraak, is het tijd dat we bij elkaar komen door een gezamenlijke geschiedenis te gaan vormen. Collectieve herinneringen te gaan verzamelen. Ja. Om die basis te vormen over om vooruit te kunnen in de toekomst van Suriname. Dus de uitspraak, toen ik het hoorde, dacht ik, yes, we kunnen een hoofdstuk afsluiten. En tegelijkertijd nu, na wat de laatste ontwikkelingen zijn, denk ik... wow, wacht even. Wat je dit zegt, gaat nog even duren. Ja, dus misschien dat het zal helpen, dat het een katalysator zou zijn. Maar hoe snel, dat is de vraag. Je hebt het over geschiedenis. Mm. We moeten nu een collectieve geschiedenis gaan vormen. Er zit een interessante meneer ook in je documentaire. Dat is de schrijver Robbie Parabirsing. Mm. Die zegt aan het einde van jouw film... eigenlijk, dit is een volk wat zichzelf niet kent... Ja. Wat bedoelt hij? Wat hij daarmee bedoelt... Bedoelt hij daar die collectieve geschiedenis? Absoluut, dat is daar onderdeel van. Hij zegt ook, we hangen te vaak aan het negatieve van ons Suriname zijn. En daar is dit hoofdstuk, de jaren 80, een belangrijk onderdeel van. En we waarderen het positieve dat we met elkaar delen als Surinamers veel te weinig. Shaila, vind je dat ook? Is dat een terechte zienswijze? We kennen onze collectieve geschiedenis niet, of althans die koesteren we niet. Ja, of we hebben niet een dezelfde collectieve geschiedenis. En er zijn andere herinneringen aan. En deels heeft dat natuurlijk te maken... Er zijn nu mensen in Suriname die eten heel goed van Bouterse. Die varen wel bij...
het feit dat hij aan de macht is. En die hebben helemaal geen enkel belang bij het vinden van een collectieve geschiedenis en daar het over eens worden. Het is misschien ook nog te kort geleden daarvoor. Maar misschien ook gaat het niet alleen om de geschiedenis van de jaren 80, maar ook die daarvoor. Ik bedoel, neem een Surinaamse held als Anton de Kom. Mm-hmm. Wordt hij, dat speelde dan in de jaren 30 en eerder van de vorige eeuw. Ja. Wordt hij gekoesterd? Het is wel een held natuurlijk. Als je Surinaamse helden moet noemen, dan wordt de Kom wel als een soort voor iedereen held genoemd. Dat betekent nog niet dat daar vervolgens heel liefdevol wordt omgegaan met de erfenis en met het huis wat er nog staat van meneer de Kom. Maar dat en is omdat we het niet weten. Het is geen geld. Het is een luxe ook. Hè? Om is het dat? Is het geen geld? Is het Boutersen die de baantjes uitdeelt? Ook. Of is het nog iets anders? We weten zo weinig. Ik bedoel, ik heb een film gemaakt nu over de onwetendheid die er speelt rond de jaren 80. Maar als je even nagaat over wat wij allemaal in Suriname nu weten over de Surinaamse geschiedenis of de verhalen. Maar ook gewoon hele simpele dingen over hoe de structuur in Suriname in elkaar zitten. Dat zit hem in een cultuur dat we niet praten. We delen geen verhalen. We zijn geen... Slecht onderwijs. Slecht onderwijs vind ik heel... ik heb onderwijs gevolgd in Suriname. En je bent het daar niet mee eens. Okay. Even toch een voorbeeld uit je film. Een docent in geschiedenis naar wie jij toe gaat om te vragen... waarom horen we niks over de decembermoorden in ons geschiedenisonderwijs... of de jaren 80 in het geschiedenisonderwijs? Die zegt, maar ik had de kleinzoon van de president in de klas. Is dat niet eigenlijk in het klein wat er ook in het groot speelt... dat iedereen elkaar kent en ook angst heeft om... Ja, dan komen we eigenlijk bij het begin van de vraag die u stelde... over wat is het antwoord op die vraag, waarom weten we het niet... Het zijn dat soort complexe elementen in die samenleving. Het is een kleine samenleving. Iedereen kent elkaar. Je hebt het onderwijssysteem. De onafhankelijkheid daarvan in de geschiedschrijving zit er niet overal in. Dus het is zo complex. Die materie is zo complex. En die complexiteit moeten we niet uit het oog verliezen. Dit vonnis nu... Dan is de vraag, is het een zoveelste tussenstap in een heel lang proces? Of is het daadwerkelijk iets wat een misschien ook wel positieve betekenis kan hebben? Hoe kijk jij daarnaar, Shanna? Ik denk dat het zeker een positieve betekenis kan hebben. Al is het maar omdat het je zelfvertrouwen kan geven als land. Van kijk, we kunnen best wat. En we hebben een rechtsstaat die gewoon functioneert. Ik denk dat het belang daarvan niet voldoende kan worden benadrukt. Er komen nu verkiezingen aan. Mei volgend jaar. 25 mei 2020. Dus in de verkiezingscampagne is het voor de oppositionele partijen natuurlijk een geschenk. Dat ze dit kunnen gebruiken. Ik weet niet hoeveel indruk het maakt op de aanhangers van Boutersen. Je hebt gezien dat zijn mobiliserende kracht nog heel groot is. Dat hij een feest op Zanderij kan aanrichten met al zijn aanhangers. Dus de vraag is of dat nou die mensen heel erg zal... Of zij heel erg onder de indruk zullen raken hiervan. Maar nee, het is absoluut belangrijk. Het is belangrijk om voor de zuivering in Suriname... voor het opbouwen van een functionerend land. En economisch staat het aan de rand van een afgrond. Boutersen sluit de ene lening na de andere af. En wij lenen voor 0%, hij leent voor bijna 10% bij een of andere zakenbank. Kan allemaal niet terugbetaald worden straks... want het wordt niet gestoken in verdienvermogen... Dus die mensen die gaan straks allemaal in een enorme crisis gestort worden, maar na de verkiezingen. Ja. Ik ben wel hoopvol. En ik ben hoopvol omdat ik kijk naar mijn generatie en ik kijk naar de jongeren die nu opstaan, die initiatieven nemen om bij te dragen aan de ontwikkeling van Suriname, die ervoor kiezen om ook in Suriname te zijn. Ik kijk hier ook naar en ik denk. Ik ben nu in Nederland, terwijl ik daar kan zijn om mijn bijdrage te leveren. Ik doe dat vanuit film. En dit moment in de geschiedenis van Suriname, maar vooral in de toekomst van Suriname... dwingt ons om te gaan praten met elkaar, om elkaar op te zoeken. Want dat zie ik wel echt bij deze jongere generatie. We zoeken elkaar wel op. We willen ontwikkeling brengen in Suriname. En misschien is dit vonnis
richting die verzoening... Absoluut. En die ontwikkeling in eerste stap. Als we daar op de juiste mooi. Manier mee omgaan. Het zou mooi zijn. Ik hoop het ook. Dank jullie heel hartelijk. Shaila Sital Singh en Ananta Kemraj.